Vanaf deze maand krijgen 45.000 inwoners in de regio een uitnodiging van de GGD Gelderland-Zuid om mee te doen met de gezondheidsmeter. De GGD wil met dit onderzoek in kaart brengen hoe het ervoor staat met de gezondheid van mensen in de regio. We doen dit onderzoek omdat we willen weten hoe gaat het met de gezondheid van de burgers. Dus van de gemeente en soms ook van wijken. En om te kijken van moeten we iets aan bij speciale groepen iets doen of bij bepaalde leeftijdsgroepen. Hoe gaat het met hun? En dat gaat op heel breed niveau. Dus het gaat over lichamelijke gezondheid, kun je nog goed bewegen. Maar het gaat ook over psychische gezondheid, heb je angst- en stressklachten. En dat wordt allemaal, de individu vult het in en we bekijken dat op groepsniveau. De informatie die daaruit komt, die delen wij met gemeenten en met partners en met onze eigen collega's. En daarmee kunnen we kijken van wat moeten we nou doen voor bepaalde groepen of moeten we interventies doen. Een voorbeeld met Stoptober straks, met stoppen met roken. Als er bepaalde wijken zijn waar heel veel gerookt wordt, dan weten we, daar gaan we extra op inzetten om te zorgen dat daar meer mensen, om te proberen meer mensen te laten stoppen met roken. Het wordt vergeleken met voorgaande jaren van 2016 en 2012, toen we het op de vergelijkbare manieren hebben gemeten. En daarom is het ook heel belangrijk dat heel veel mensen meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de resultaten. Hoe hoger de respons, hoe nauwkeuriger de resultaten. Door de corona hebben we natuurlijk heel veel extra taken erbij gekregen. Maar de corona zelf wordt door andere collega's, niet alleen door mij, gedaan. Dus wij doen dit er gewoon bij en we werken misschien een beetje over. Maar wij kunnen dit er wel bij doen.